ontmoetingsplein is de gelegenheid waarbij mensen elkaar leren kennen, met elkaar contact krijgen en vanuit die contacten samen dingen gaan doen. Ja, eens in de maand komen we bij elkaar, of hier in de Schelf of in het centrum. En vanuit die maandelijkse bijeenkomst ontstaan allerlei ideetjes om met elkaar op pad te gaan of er ontstaan contacten. Ik ben Ines Slaghekker en ik ben ongeveer 3 jaar ben ik bij het ontmoetingsplein. Het allerleukste vind ik dat je keuze hebt uit diverse mogelijkheden. En je kunt kiezen wat het beste bij jou past. Zelf vind ik wandelen heel leuk en fietsen. Ik zou het zeker aanraden aan anderen. Het is moeilijk om de eerste stap te zetten. Maar als je die één keer gezet hebt, dan biedt het je diverse mogelijkheden om dingen te ondernemen. Je voelt je gauw thuis op het ontmoetingsplein. Het is heel gezellig. Ik ben Anneke Leuwik en ik ben vanaf het begin betrokken bij het ontmoetingsplein. Wij proberen mensen bij elkaar te brengen die dezelfde interesses hebben. Mijn naam is Beko Schaap, woonachtig in de Schelvorst, al 42 jaar. Dit doen wij elke woensdag, sommigen van de club doen het ook vrijdags. Maar woensdag is dan een beetje officieel de bijeenkomstdatum. En we zijn al met een mannetje of 20, waarvan er nou vandaag 15 zijn opkomen dagen. En dat wil ik wel met dit mooie weer. Wat wij op dit moment nog zoeken zijn mensen die het leuk vinden om aan te sluiten, want nieuwe ideeën, nieuwe mensen zijn altijd welkom. We hebben nu ontmoetingspleinochtenden in het centrum en in de Schelf. En ik zou me kunnen voorstellen dat het ook heel leuk zou zijn om dat in andere wijken verder te ontwikkelen. Dus mocht je het leuk vinden om daar een aanjager in te zijn, om maandelijks ook ochtenden te organiseren en te kijken of in jouw wijk of in jouw buurt ook zo'n groep kan starten, dan ben je van harte welkom, dan horen we het graag.